Waarom wordt er actie gevoerd? Het is namelijk zo dat de minister van Verkeer Waalstaat, die heeft het plan gemaakt om door de polder, de Eemvallei hier, een rijksweg aan te leggen. En de rijksweg die zou dan, die is gepland tussen de A1, hier achter mij. En die loopt dan hiervoor langs, langs Hoogland en het bord van Koelhorst. Springt over de Eem en gaat zo naar de andere kant, naar de A28. Wat zijn de gevolgen? De gevolgen zijn dramatisch. In dit gebied zie je heel veel vogels. En die vinden hier hun rust. Onder andere de kleine zwanen. Dat is, ze zijn nu even weg. Ze zijn nu even dus gevlogen naar het randmeer om daar te eten. Maar 's avonds komen die beesten vaak weer terug. En die rusten hier. En die kleine zwanen die komen uit Siberië. En die zijn hier 5-6 maanden van het jaar. Wanneer zijn ze begonnen met de plannen? Die plannen, nou, ik denk dat dat het al een paar jaar geleden begonnen is. De plannen kijken heel ver vooruit. En nu zijn we in de beginfase van het plan. Dat is een startnotitie. En daar kunnen allerlei partijen kunnen daar op schieten en iets van vinden. En wij als stichting hebben daar ook iets van gevonden. Dus dat, wij zijn tegen de aanleg van een rijksweg. Maar we hebben wel aangegeven, dus als je dat wil gaan uitvoeren, bekijk dan wel alle enorme schade die hier teweeg gaat brengen. Wanneer willen ze beginnen? Het plan is om, om te beginnen in 2010. Er zijn 19.000 petities aangeboden aan de Tweede Kamer. Dat is 27 januari geweest. Kan u daar meer over vertellen? Nou, die petities, dat is in feite een, ook weer zit dan in dat startgedeelte. Een signaal van dat de overheid ook moet kijken naar het OV gebeuren, dus hoe mensen reizen. En nu is het alleen maar van één grote streep en hier moet een weg komen. Maar je moet het geheel bekijken, ook het OV. En wij als stichting hebben ook het advies gegeven om mensen die naar hun werk reizen, om die in die tijd dat ze reizen, 's ochtends en 's avonds een gratis OV-kaart te geven. De laatste tijd zijn de ijsvogels zijn er weer meer in dit gebied gekomen. Ze broeden onder andere in Baarn op Ookriet, dus een eilandje in Eem. Maar ook hier, dit is de grens van Baarn en Hoogland. Als je hier naar voren kijkt, zie je daar de steile wand aan de slootkant met wat gaatjes. Die gaatjes, dat zijn in feite de holen van de ijsvogels. Die boren ze als het ware in die wand naar achteren. En aan het eind van zo'n gaatje maken ze een nest. De brug hiervoor is de grens met Baarn en Hoogland. Het water wat je hier dus ziet stromen, zeg maar, is het water uit het achtergebied en stroomt zo naar de Eem toe. Voor ons ligt Koelhorst, dat is een bosgebied langs de Eem. Zie je dus die hoge bomen en ook wat lager aan de zijkanten. Daarvoor langs is de nieuwe snelweg gepland. Waar staan we hier? We staan dus op het punt waar de rijksweg gepland is. Links van mij heb je een heel klein dorpje Hoogland. En daar gaat de weg omheen. Achter mij heb je dus de rijksweg A1. Daar zou dan de aftak plaatsvinden van de nieuwe snelweg. Die komt hier langs mij en die gaat zo dus in de richting van de Eem om het bos Koelhorst heen. Wat houden de acties precies in? De acties die wij gaan doen, wij prikken de zaak aan een juridische vork. Dat betekent dus dat wij dus via de rechter de zaak gaan aanvechten. Maar aan de andere kant gaan we ook gemeente, provincie en ook het Rijk, minister Eurlings, onder druk zetten om van dit plan af te zien. Doen jullie dit met andere organisaties samen? Ja, dat klopt. En dat zijn er een stuk of 10, 12. En wij maken met elkaar een enorme vuist in de richting van Eurlings. Hoe ver zijn ze met de plannen? De plannen zijn dus nu in het begin. In 2010 zou men moeten gaan beginnen met een nieuwe snelweg. Dus dat ongeveer een dik jaar. Hoe kunnen de mensen zich melden bij jullie? Het zou heel fijn zijn als mensen ons willen steunen. En ze kunnen ons bereiken via de website. De website heeft de naam www.eemvallei.nl.
En als je wil dus, dan kan je kijken om daar een donatie te doen.